Als we terugkeren naar dat parlementair werk, uw tweede commissie ruimtelijke ordening en leefmilieu, doet u dat met iets meer beheerstring dan media of doen die sowieso samen? Die gaan samen. Media is een beetje de kers op de taart. Hè. Je zei het al, dat is een actieve commissie. Leefmilieu, ruimtelijke ordening, onroerend erfgoed, dat is meer technisch van aard. Hè. Dat zijn vaak technische dossiers. Nu, ik ben eigenlijk een groene N-VA'er. Ik ben een groene Vlaams nationalist. Ik vind trouwens dat elke Vlaams nationalist groen moet zijn, of toch milieubewust moet zijn. Want als je zegt van ik ben als nationalist bezig met de toekomst van die gemeenschap, van dat volk en de welvaart en het welzijn, ja, dan heeft dat geen enkele zin als straks die mensen of die samenleving of die gemeenschap geen lucht meer heeft om in te ademen of geen water meer heeft van een behoorlijke kwaliteit om te drinken. Ja. Dus ik denk, je kunt geen nationalist zijn zonder milieubewust te zijn, zoals je ook geen nationalist kunt zijn zonder sociaal te zijn, denk ik. Als je voor dat welzijn van dat volk opkomt, ja, dan geldt dat ook voor de zwakkeren in dat volk in de eerste plaats. Dus dit terzijde. Maar vandaar dat ik die milieuproblematiek inderdaad wel een essentieel onderdeel vind van mijn politiek werk. En dit is het ethische argument dat ik nu geef. De toekomst van onze mensen. Maar er is ook een economisch argument. Hè. We weten allemaal dat milieuschade, milieuproblematiek, dat ook effecten heeft op de economie. Bijvoorbeeld de ozon, het is nu weer warm. Die zon werkt in op bepaalde chemische stoffen, afkomstig vooral van onze auto's. Daar komen chemische processen. Ozon prikkelt mensen die ademhalingsproblemen hebben, hartproblemen hebben, bejaarden. Dat heeft werkverlet voor gevolg, dat heeft dus economische schade. Die ozon heeft ook voor gevolg dat de gewassen, de landbouwgewassen, minder groeien, minder opbrengst. Miljoenen per jaar minder opbrengst. Dus ook dat is belangrijk. Hè. Die economische dimensie, die gezondheidsdimensie aan het milieudossier. Hè. Watervervuiling, als een bedrijf geen water meer kan gebruiken in zijn processen. Geen water uit de water lopen, ja, dan is dat een economisch nadeel. Vandaar dat ik dat een heel belangrijk dossier vind. Ja. Is het een cliché als we zeggen dat Vlaanderen eigenlijk geen milieu meer heeft, dat alles volgebouwd is bij ons? Het is zeker een feit dat Vlaanderen echt wel vol staat. Hè. Je moet maar even, het is nu vakantie, je moet maar even richting Frankrijk rijden bijvoorbeeld en je komt daar onmiddellijk in een heel andere ruimte. Maakt het ook allemaal wat moeilijker. Neem nu windturbines. We zetten ook volop in op alternatieve energie, op groene energie. Maar ja, die windturbines die zijn goed voor de lucht, hè. Geen CO2-uitstoot. Maar als je dat in de toch al schaarse open ruimte van Vlaanderen overal neerplant, ja, dan heeft dat visuele hinder. Ook soms voor mensen die er dichtbij wonen, toch wat lawaai hinder, slagschaduw van de wieken. Dus als je één probleem oplost, maak je soms een nieuw. En zeker in een dichtbevolkt land als Vlaanderen merk je dat. We hebben nu vorige week de commissie wateroverlast afgesloten. Dat is een speciale commissie die werd geïnstalleerd na de overstromingen van november vorig jaar. Om eens te kijken, ja, wat is er eigenlijk aan de hand? Niet dat we dat niet wisten, maar nu staat het nog allemaal eens netjes op een rij. En ja, Vlaanderen volgebouwd, ja, dat is een van de oorzaken. Hè. Dus we zitten met een gigantische verharding. In 1976, een paar jaar voor ik aan de politiek begon, was 7% van Vlaanderen, 7,2 dacht ik, procent van Vlaanderen verhard. Dus bebouwd, wegen, parkings. Vandaag is dat 20%. De prognoses voor 2050 zijn 42%. Dus we zijn inderdaad Vlaanderen aan het afdammen, aan het verharden met alle gevolgen van dien. Het water kan niet meer in de bodem. De aarde houdt normaal als een spons dat water vast, zorgt ook voor doorsijpeling naar het grondwater, ook weer belangrijk, ook economisch belangrijk. Ja. Voor de groentenindustrie bijvoorbeeld. Ja, we zijn afhankelijk van Wallonië, van dat grondwater. Ook al. Dus je zit nu met een grote verharding in Vlaanderen, waardoor het water niet meer in de bodem kan, bodem dat het normaal dat water ophoudt als een spons. Hè. Dus dat kan niet meer. Dat water spoelt af, komt ofwel in de riool terecht. Riolen dienen daar niet voor regenwater. Die dienen voor vuil water. Die moeten dat vuil water afvoeren. Maar dat hemelwater noemen we dat dan. Ja. Het regenwater komt daarbij, dus de riolen lopen over. Ook dat vuil water komt in de straten, heel die smurrie. Niet goed. Als het niet in de riolen loopt, dan loopt het in de waterlopen. Die waterlopen kunnen dat ook niet allemaal houden.
treden buiten hun oevers. Vroeger was dat normaal. Hè. Men had een valleigebied dat overstroomde, dat was zo. Maar door de jaren heen zijn we dat ook gaan volbouwen. Ook soms, laat ons eerlijk zijn, door politiek gefoefel. Hè. Want we gaan daar een woonzone leggen hè, om iemand een plezier te doen. Goed, dan bouwt men daar. Maar als het overstroomt, staat het onder water. Hoe gaan we dat keren? Heel moeilijk. Ook financieel niet eenvoudig. Hè. Als je zegt tegen iemand van, ja, je mag daar niet meer bouwen, maar die heeft daar een stuk bouwgrond gekocht, dan zegt hij, ja, maar overheid, vergoed mij dan. Hè. Maar daar zijn dan middelen voor. Of geef mij op een andere plaats een stuk bouwgrond, dan moet je planologische ruil gaan doen. Ook niet eenvoudig. Of je moet mensen ertoe aansporen om aangepast te bouwen, op palen bijvoorbeeld. Men doet dat al in bepaalde steden, dat men zegt, kijk, we gaan iets hoger bouwen, we gaan de benedenverdieping, die richten we zo in, als daar water in komt, dat geen kwaad kan. Dus we gaan terug naar de tijd van mijn voorouders, hè. De Ingveonen aan de kust, die bouwden ook op palen. Met succes, anders zou ik hier niet zitten. Ja, dat is juist. Nu, het is nog een beetje een dualiteit. Hè. We hebben die vaststelling dat Vlaanderen volgebouwd is en nog steeds voller wordt gebouwd. Anderzijds hebben we een discussie gehad naar aanleiding van de Oosterweel, dat wij geen grote projecten meer aankunnen. Dat we te veel regels hebben, te veel moeilijkheden om dat soort grote projecten van de grond te krijgen. Ja, eigenlijk zou je denken, die twee staan haaks op elkaar. Het is een heel moeilijk evenwicht, hè, want ik hoor het ook allemaal wel hoor, versnelling van grote maatschappelijke projecten. Prima, we moeten die regellast verminderen, we zijn er allemaal voor. Maar je moet natuurlijk ook toch mensen nog altijd inspraak geven in dat soort grote processen. Dus dat moet je toch ook bewaken. Nu, ik heb zelf ook al wat initiatieven genomen op bepaalde punten om die regelgeving te vereenvoudigen. Bijvoorbeeld het logiesdecreet, dat is zoiets. Iedereen die nu kamers verhuurt bij een breakfast, ja, die moet kunnen aantonen dat alles stedenbouwkundig in orde is. Dat is een prima regel, prima maatregel. Alleen zie je dat het in de praktijk niet werkt. En dat er een gigantische, was een aantal maanden geleden, een gigantische flessenhals administratief, een enorme rompslomp ontstond. Dus we hebben moeten zeggen, ja, dit is niet werkbaar. Je kunt prima regels maken, maar ze moeten ook uitvoerbaar zijn. Dus dat hebben we dan aangepast. En iedereen zegt altijd, ja, die wetgeving is zo ingewikkeld, die regelgeving, dat klopt. Ik zie daar twee oorzaken voor. Ten eerste, je vertrekt al met een politiek compromis. Ik merk dat nu ook. Je zit met de meerderheidspartijen rond de tafel. Iedereen heeft wel ergens een klemtoon die hij of zij wil leggen. En daar komt daar een decreet uit of een regelgeving uit. Dat is vaak al van meet af aan een beetje beschadigd. Door het evenwicht dat gezocht is. Dus dat is één. Je vertrekt al soms een beetje gehandicapt. En twee, we zijn ook allemaal zo creatief. De mensen zijn zo creatief. Als er een regelgeving is, dan gaan ze meteen kijken hoe ze een achterpoortje kunnen vinden om die regelgeving te ontwijken. Dus wat doet de wetgever dan? Ja, die moet dat achterpoortje weer dichttimmeren. En dan zoeken de mensen weer een andere. En zo krijg je telkens weer aanpassingen ook van een regelgeving, waardoor dat na een tijd een hele moeilijke, lompe, logge bedoeling wordt. Ja, u bent de man van de kust, u bent de schepen in de haan. Precies aan de kust is dat spanningsveld tussen natuur en oprukkende bebouwing nog veel groter. Precies, dus ik ben van de haan. Wij proberen daar toch wat authenticiteit te behouden. Wat authenticiteit te behouden, wat gebouwd erfgoed te behouden. Maar het is een voortdurende strijd. Enerzijds heb je ook wel ontwikkelingen nodig. Hè. Maar anderzijds zijn er toch een aantal uitdagingen waar we niet naast kunnen kijken. De vergrijzing van de kust. De pensioenmigratie, zoals we dat noemen. In mijn gemeente de laatste 5 jaar is het aantal inwoners boven de 65 met 24% gestegen. Prognoses nu voor de hele kust zeggen dat over 15 jaar 37% van de inwoners boven de 65 zal zijn. Je kunt zeggen, ja en dan? Oké, maar dat heeft toch wel gevolgen ook voor uw sociale weefsel, voor uw scholen, voor uw werkgelegenheid. Ook de betaalbaarheid voor jonge mensen, betaalbaar wonen aan de kust, heel groot probleem. En je probeert daar dan als politicus, evengoed hier in Brussel, als daar ter plekke iets aan te doen. Maar het is heel moeilijk om die markt bij te sturen. Hè. Wij doen dat ook, proberen dat te doen door het aantal vakantiewoningen in bepaalde zones te beperken. We hebben nu al evenveel vakantiewoningen als permanente woningen, dus dat zal welletjes vinden wij. In andere kustgemeenten zijn er al veel meer, maar goed. Waarom? Om toch nog wat woningen te houden, ook voor jonge mensen. Om daar iets te kopen, dat niet alles opgekocht wordt door mensen van buitenaf, ofwel als tweede verblijf, ofwel om er te komen wonen. Maar heel moeilijk als je een eengezinswoning hebt in een straat en die eengezinswoning
kan vervangen worden door 3 appartementen of 4 appartementen, ja, dan verdwijnt die eengezinswoning en dan kan niemand die gaan kopen. Hè. Dus die, en als dat appartementen zijn, ja, dan is dat niet voor de jonge mensen van ter plekke, maar dan is dat weer voor mensen die van buitenaf komen. Dus we proberen in bepaalde zones die appartementering tegen te gaan. We proberen ook te werken, maar dat is ook een hele moeilijke, met een band met de streek. Als men kinderen daar op school heeft, of daar geboren is, of daar werkt of woont, dat men dan voorrang krijgt. We proberen ook sociale woningen, betaalbare woningen. Betaalbaar betekent kleinere oppervlaktes, kleiner volume. Proberen we ook, maar ook daar is de markt zeer inventief. Hè. Het grond- en pandendecreet zegt bijvoorbeeld, om maar iets te noemen, vanaf 50 appartementen, een complex vanaf 50 appartementen, daar moet een bepaald aandeel sociaal zijn. Sociale woningen, sociale huisvesting. Nu, we zien heel veel dossiers binnenkomen tegenwoordig, complexen van 49 appartementen. Dus dat is een typisch voorbeeld van hoe mensen toch altijd weer de regels omzeilen en je als politicus altijd wat achter de feiten aanholt. Ja, nu u drukt zich eigenlijk nogal diplomatiek uit over die vergrijzing, maar zou je niet kunnen zeggen dat op termijn dat toch ook wel een bedreiging kan zijn voor de hele kustregio? Je hebt nood aan een vitaal onderbouw van in die samenleving om die dynamisch te houden. Dat is zo. Dus ik denk dat dat zich nu al laat voelen. Hè. We hebben maar 1 gemeente aan de kust waar er een vergroening in plaats van een vergrijzing is, Bredene. Daar komen nog meer jonge mensen bij dan er ouderen bij komen. Maar voor de rest is het overal kommer en kwel. Hebben wij iets tegen de bejaarde mensen? Daar komen we, ja, natuurlijk niet. Nee, hè. Natuurlijk, hè. Maar ja, zij hebben meestal middelen. Het zijn mensen die al hun hele leven gewerkt hebben en die dan daar komen wonen. Dus die prijzen de jonge mensen uit de markt. Die hebben ook een heel ander verwachtingspatroon. Hè. Ik wil dat niet dramatiseren, maar ja, je hebt mensen die daar echt komen wonen, die de rust willen, die de stilte willen, die moeite hebben met een speelplein naast de deur, die moeite hebben met een school naast de deur, die moeite hebben met spelende kinderen op straat. Dat wringt wel een beetje. En dat werkt elkaar in de hand, want dan voelen de jonge mensen zich daar ook nog minder thuis. Hele moeilijke uitdaging. Ik heb er ook geen oplossing voor, hoor. Het is constant proberen om dat wat bij te sturen, maar niet altijd met succes. Maar dat is precies wat de taak is van de politieke partijen, om daar een antwoord op te formuleren op dit soort maatschappelijke uitdagingen. Ik vind dat ook, ja. Ik vind dat ook, maar goed, politiek is ook nog vaak op vele plaatsen een... de grote ideeën, daar is niet altijd plaats voor. Hè. Dus nu de gemeenteraadsverkiezingen staan weer voor de deur. Je merkt dat op heel veel plaatsen politici toch eigenlijk te dicht bij de mensen staan om echte maatregelen te nemen die deugdelijk zijn. Hè. Men praat de mensen soms te gemakkelijk naar de mond, want men heeft die stemmen nodig. Ik heb daar soms wat moeite mee, maar ja, je moet die stemmen halen natuurlijk. Dat is nu eenmaal ons democratisch systeem. Maar het verhindert soms maatregelen die doortastend zijn en die eigenlijk in het algemeen belang zijn, worden soms verhinderd door het feit dat men toch nog altijd graag mensen een plezier doet. Vandaar ook dat ik dat een beetje haaks op de tendens die nu ook in Vlaanderen wel bestaat en ook in deze Vlaamse regering. En wat ik natuurlijk ondersteun, want ja, ik ben een democraat, ik leg mij neer bij de meerderheid. Maar de tendens om weer meer bevoegdheden in de richting van de gemeenten te schuiven, dat is prima. In de beste der werelden is dat prima. Maar ik heb toch schrik daarvoor. Ik denk dat ook bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening, de gemeenten in het verleden toch wel hebben aangetoond dat ze dat niet altijd aankunnen, dat ze niet altijd consequent kunnen zijn. Want ja, het is toch moeilijk om nee te zeggen tegen de mensen. Dus ik hou een beetje mijn hart vast als straks meer bevoegdheden, ook in die sfeer, ook op het gebied van onroerend erfgoed, meer bevoegdheden in de richting van de gemeente worden geschoven. Ja, sluit een beetje aan bij de mythe, als het al een mythe is, dat in het jaar voor de lokale verkiezingen het aantal openbare werken spectaculair kan stijgen. Dat is ook zo, ja. Ik zie dat ook bij ons, maar dat heeft ook andere oorzaken. Die openbare werken, daar zit meestal een vrij grote voorbereidingsperiode aan vast. Dat gaat eraan vooraf. Dus het is ook logisch dat die niet het eerste jaar van de legislatuur of het tweede jaar van de legislatuur worden uitgevoerd. Ja, laatste vraag. Als die lokale verkiezingen eraan komen, slokt dat veel van uw tijd op? Zal u dan merken dat u dan minder in het Vlaams parlement kan actief zijn? Wel, ik heb dat vorig jaar toch wel gemerkt met de federale verkiezingen, waar het toch altijd wel de gewoonte is dat mandatarissen, ook al zit je op een ander niveau, en ik zit echt wel graag op het Vlaamse niveau bijvoorbeeld, mij zou je geen plezier doen met een federaal mandaat, omdat de meeste van de thema's waar ik iets van af weet en geïnteresseerd ben, toch wel op het Vlaamse niveau liggen.
Maar goed, je moet dan toch op die lijsten staan. En dan merk je toch dat ja, als je je werk hier wil doen, en dat wil ik wel, dat dat ten koste gaat dan van uw campagne op dat federale niveau dan. En misschien zal dat volgend jaar voor de gemeente ook wel spelen. Ja, oké. Okay. We kijken dan samen naar uit wat er dan gebeurt. Bedankt voor de analyse, Wilfried van Daan. Dank u wel.